is de introductie tot DNS. Dus wat dat we hier laten zien is bijvoorbeeld een client die dat op in zijn browser een bepaald adres intikt. www.dx.com. Het eerste wat hij eigenlijk doet is dat vragen aan een lokale DNS of dat hij niet weet wat het IP-adres is dat bij dx.com hoort. De kans dat die lokale DNS weet waar het adres is, is heel klein. Dus hij dat al eerder is, heeft opgevraagd. Dus die gaat dat moeten vragen aan een root name server. De root name server die gaat kunnen vertellen waar de verschillende domeinen zijn, de top-level domains. Bijvoorbeeld .com, .be, .org. Dat gaat hij kennen. Er zijn in totaal 13 logische rootname servers, dus in verspreid over de hele wereld zijn er meer dan 300 fysieke servers, maar in totaal zijn er logisch gezien 13 die top-level domains kennen. Dus die wijst eigenlijk door naar de verschillende .com top-level domain name servers. Dus die kennen eigenlijk de domeinen die daar onder .com bestaan. Dus het volgende wat ik eigenlijk als lokale DNS doe, is ik vraag aan een van die TLD's van die top-level domain servers, waar is dx.com? En die kan dus eigenlijk zeggen, daar is de nameserver van dx.com. Dus dat is de volgende stap. Ik ga eigenlijk naar de nameserver van dx.com. En daar vraag ik eigenlijk aan, waar is nu de www.dx.com? Dus die dx.com nameserver die weet bijvoorbeeld, de mailserver van dx.com die staat daar. Andere subdomains van dx.com staan daar. Enzovoort. Dus hier antwoordt hij met, www.dx.com. Dat bevindt zich op dat bepaald IP-adres. Dat antwoordt hij aan de lokale DNS. Vanaf dat moment gaat die lokale DNS antwoorden aan mijn client. Gaat hij zeggen van, www.dx.com, dat is op IP-adres 193.190.15.4. En op dat moment kan die client eigenlijk gaan surfen naar dat adres. Kan die dat dus gebruiken. De volgende stap, als ik nu heel eenvoudig eigenlijk van, ik zit op de campus van KDG. Ik ben dus ingelogd binnen de zone van kdg.be. En ik wil een mailtje sturen naar een KDG-adres. Dan gaat hij eigenlijk gaan zoeken, die mailclient gaat zoeken naar de mail.kdg.be, waar ik dus mijn mailadres mee kan, mijn mails mee kan versturen. Je gaat eigenlijk op zoek naar de mailserver. Hij gaat dus verbinden met de lokale DNS, eigenlijk het netwerk waar hij in verbonden is. Dat is de start of authority van kdg.be. Dus die weet eigenlijk, dat is eigenlijk de autoriteit van die zone kdg.be. Dat betekent dat die DNS-server weet waar het mail.kdg.be ligt, de www.kdg.be, de roosters.kdg.be, student.kdg.be enzovoort. Dus die is eigenlijk de autoriteit van dat domein. Dus eigenlijk kan die dan direct antwoorden. Zegt, de mail sturen, oké, dat is via IP-adres 190.193.150.4. Voilà. En vanaf dan kan ik dus eigenlijk die mailserver contacteren op dat bepaald IP-adres. Dat noemen ze een authoritative server. Die weet alles over dat domein. Een andere mogelijke server is een caching server, die gaat dat bewaren eigenlijk. Is een tussenliggende server. Die heeft definieert zelf voor zijn eigen domein een time to live. Hoe lang zijn die gegevens geldig? Hoe lang mag je die naam koppelen aan dat IP-adres? Dat is een time to live. Om even nog te overlopen, dus stel dat ik als client een aanvraag waar is www.dx.com in verschillende stappen. Vraag ik dat eerst en vooral aan mijn lokale DNS. Het zou kunnen dat hij dat al weet. Als ik al eens een keer dat adres heb opgevraagd, dan gaat die lokale DNS direct kunnen zeggen, dat is dat IP-adres. Stel nu, dat is de eerste keer dat ik dat vraag, waar is www.dx.com? De allereerste keer, dus bij een lege nameserver, gaat hij zeggen, oké, ik ga eerst even kijken naar de root nameservers, voorgesteld door punt. De root nameservers weten dus de .com liggen. In mijn adres dat ik vraag.
Dus die zeggen van, ah ja, een .com adres, dat kan je vinden op dat bepaald adres. En die stuurt dus door naar een top level domain name server, een .com server. Die .com server die zegt van, ah ja, je vraagt dx.com. Dat kan je, dx.com nameservers kan je vinden op die bepaalde adressen. De lokale DNS kiest daar één adres van en stuurt zijn aanvraag, een DNS request, naar de sublevel domein dx.com. Daar de nameserver van. Die nameserver kan dus antwoorden van, ah ja, je vraagt www.dx.com, laatste stap, dat is op dat bepaald adres. Die lokale DNS, als dat een caching nameserver is, dan gaat hij dat even onthouden. Gaat hij zeggen www.dx.com, ah ja, dat is adres 1.2.3.4 en die gaat dat even onthouden. Hoe lang mag die dat onthouden, dat adres? Even lang als de time to live, hè? Even lang als de tijd dat gedefinieerd is door dx.com. Hey, bijvoorbeeld die, als antwoord stuurt hij naar die client, IP-adres is 1.2.3.4 en dan kan die client eigenlijk gaan surfen. Wat is het voordeel van een caching nameserver? Dat is dat hij dat onthoudt, dan moet je niet elke keer die stappen opnieuw gaan doen. Dus de volgende keer dat die client of een andere client aan diezelfde lokale DNS gaat vragen waar is www.dx.com, dan kan die lokale DNS ineens zeggen van, ah ja, heb ik al dat die gegevens, dat IP-adres is dus 1.2.3.4. Dus dat is caching, bijhouden van die informatie. Hoe lang mag je dat bijhouden? Dat is dus gedefinieerd door dat domein zelf, door dx.com. De time to live is daardoor gedefinieerd. Kan bijvoorbeeld een dag zijn dat die naam www.dx.com gemapt is op 1.2.3.4. Of een uur, of een aantal dagen, dat kan je allemaal zelf kiezen. Nog eens een voorbeeldje dan in verband met de poortnummers dat gebruikt worden. Dus als mijn client een aanvraag doet van een adres bij een nameserver, www.dx.com, dan gaat hij dus standaard, zoals voorzien bij de well-known poortnummers, naar poort 53 iets vragen op de DNS-server. De client zelf die heeft een poort hoger dan 1023, dat is aan de client-kant. At random, dus ergens tussen 1024 en 65.365, gaat hij een aanvraag doen. De lokale DNS zelf, als hij het niet weet, moet hij zelf bij een rootname server gaan vragen. Gebruikt zelf dan ook weer een poortnummer, at random, hoger dan 1023, naar een poort 53 DNS. En extra bij DNS-aanvraag is dat je een transmission ID voorziet. Dus je voorziet een nummerke bij de aanvraag, dat is 16 bit, dus weer van 1 tot 65.000 en zoveel, dat hij voor zijn aanvraag gebruikt. Waarom is dat eigenlijk gedaan? Dat is voor een attacker het moeilijker te maken. Wat kan een attacker eigenlijk gaan doen? Die kan eigenlijk in plaats van die rootname server gaan antwoorden. Die stuurt eigenlijk antwoorden naar die lokale DNS, dat is een caching name server. En die doet alsof dat hij een rootname server is bijvoorbeeld, en dan geef je een vals adres terug. Zeg je, geef je zelf als antwoord, ah ja, www.dx.com, dat is op dat adres. Dan geef je een vals adres aan, dan komt die client op een vals adres terecht en dan kan je er van alles mee uitsteken. Dat kan bij al die name servers, bij de .com server kan je dat ook doen, valse antwoorden sturen, of bij dx.com kan je dat ook doen, valse antwoorden sturen. Dus dat is caching dat hij eigenlijk toepast en dat noemen ze cache poisoning dan. Als je dat als attacker gaat vervalsen, de foute cache weergeven, zorg je ervoor dat die lokale DNS eigenlijk een foute cache heeft. Hoe kun je dat verhinderen met DNSSEC, dus Secure DNS? Dan ga je eigenlijk zeggen van, ah ja, dat .com, ga je verzekeren dat die .com server echt een .com server is. Hè? Zo kan je ook bijvoorbeeld die dx.com of nog de sublevel domain name servers kan je ook zo verzekeren. Nu in praktijk zijn er nog niet zoveel sublevel domains verzekerd, maar die hoogste name servers, de meerderheid is er al wel van verzekerd. De hogerliggende name server, bijvoorbeeld de root name server, heeft met zijn resource record DS, geeft die eigenlijk aan waar het de sleutel van de lagerliggende .com bijvoorbeeld nameserver eigenlijk zich gaat bevinden. Ten slotte ga ik ook nog bekijken met Wireshark. Wat er eigenlijk bij DNS gebeurt. Ik heb zelf mijn eigen DNS-server opgezet, lokaal. Ik ga die even flushen, dus ik ga de cache eigenlijk leegmaken met commando rndc flush. Even de configuratie bekijken, dus standaard de etc bind name.conf en de
conf.local, daarin staat mijn lokale domein dat ik eigenlijk ga bedienen. Dus ik heb hier een lokale DNS voorzien. En in neem die conf.local staat mijn eigen lokale configuratie. Dus daar zie je dat ik de zone kdg.be heb. En die heb ik gedefinieerd in twee bestanden. Eén met mijn IP-adres en namen en het andere andersom, namen IP-adres. Dus hier zie je de namen kdg2.be databank met de namen, bijvoorbeeld de mailserver bevindt zich op IP-adres 102, de nog andere server binnen mijn domein, de windserver op IP-adres 1.254. Ik definieer ook het omgekeerde voor reverse DNS. Ga ik hier een tabel kunnen maken met omgekeerde waardes. Dit is zo standaard voor alle nameservers, dus op een Windows systeem kan je die bestanden ook terugvinden. Ik ga even de Network Time Server stoppen, omdat er anders te veel UDP pakketten komen. En ik herstart even mijn name server om zeker te zijn dat alles een beetje proper is opgestart. Dus mijn client staat nu ingesteld om een name server te gebruiken en dan ga ik die pakketten bekijken in Wireshark om te kijken wat het effect is eigenlijk. Dus ik doe hier nog even een flush. De name server is zeker leeg, zodat er geen vorige waarden zijn. Dat zou direct een antwoord geven, dat is niet de bedoeling. En ik doe een NSLOOKUP van www.kdg.be. Dan zie je daar een aantal pakketten binnenkomen met antwoorden. Dus ik vraag zelf een query. Ik doe zelf een query van www.kdg.be. Het eerste is, hij gaat naar die root name servers gaan. Die gedefinieerd zijn, die rootname servers, die gaan eigenlijk zeggen, ah ja, je moet op die bepaalde servers gaan. Je ziet daar ook DNSSEC pakketten tussen staan, daar ga ik nu niet te veel over uitweiden, maar dat maakt dat ik kan verzekeren dat die servers die mij antwoorden, dat ook wel die servers zijn en geen andere valse attackers die dan mij antwoord geven. Dus de eerste stap, het is een beetje zoeken, dus als ik naar de respons ga kijken, ik krijg een aantal rootname servers terug. Dit zijn de top-level domain name servers van de BE, de c.ns.dns.be, de A, B, C enzovoort. Dus verschillende dns.be servers. Daar pakt hij er eentje uit. Dat hoeft niet per se de eerste te zijn. Hier is dan nu toevallig de allereerste, de a.ns.dns.be. Dat IP-adres gaat dat dus gebruiken en mijn domain name server, mijn lokale server, stuurt daarnaar een request voor de www.kdg.be. Dus eigenlijk voor de kdg.be. De volgende response gaat dus eigenlijk zijn van de kdg.be name server. Die gaat zeggen, ah ja, je vraagt www.kdg.be. Die bevindt zich op dat bepaald adres. En dat zijn er ook dikwijls verschillende, zoals bij kdg het geval is. Nog eens een flush doen. En ik ga nu een NSLOOKUP doen van nog eens een ander domein, bijvoorbeeld de www.dx.com. Hij heeft die nog nooit geraadpleegd, dus dat betekent dat hij terug aan die rootname servers de .com gaat moeten opvragen. En dan weer dieper gaan naar de .com servers, een vraag doen voor de dx.com en dan naar de sublevel domain servers gaat terechtkomen. Als laatste ga ik dan een NSLOOKUP doen van het omgekeerde, van een IP-adres, 8.8.4.4. Dus dan gaat hij een reverse lookup moeten doen, dan zie je dat je terechtkomt in die zone, of in die domeinnaam eindigend op ARPA. En, dus, en dat is het omgekeerde IP-adres, zit daar 4.4.8.8.in adres ARPA. Dus dat is de manier waarop dat er reverse lookup wordt gedaan. Tot zover de DNS-introductie.